Nou, waarom ik wil dat Almelo inderdaad thuisbasis wordt van het Nederlands jeugdschaakkampioenschap, is omdat hier in Twente eigenlijk nog te weinig aan jeugdschaken wordt gedaan, relatief gezien met de rest van Nederland. Ik wil daarin graag het voortouw nemen, omdat ik zie gewoon dat er bijzonder veel talent hier rondloopt. En waarom zouden we dat talent aan ons voorbij laten gaan? Daarbij is het ook in het onderwijs bijzonder bevorderend voor een ontwikkeling van het kind. En dat kan allemaal bij elkaar leiden tot een goede ontwikkeling voor een kind ook. De locatie die we op het huidige moment op het oog hebben is het Theaterhotel. Eerder kwam ook de ISPA te sprake. En we willen heel graag heel veel contact zoeken met Almelo. En daarbij in het bijzonder dus de jeugd en het stadsleven. Mochten jullie nou verder nog informatie willen, dan kunnen jullie terecht op www.njsk.nl. Ik zie dat mevrouw Van Doorn en de heer Thiel en de heer Hummels en mevrouw Van der Ham een vraag hebben. Dank u wel, voorzitter. U vraagt een bijdrage van de gemeente en van de provincie. Heeft u enig idee wat de hoogte is van die bijdrage? Wat heeft u nodig? Ja, in totaal zou dat rond de 20.000 euro liggen. We hebben inmiddels al contact gehad met het sportbedrijf, wat natuurlijk de sportieve tak is vanuit de gemeente Almelo. Die hebben al een kleine bijdrage toe kunnen zeggen, maar dat is slechts 2.500 uit mijn hoofd. En we hebben inderdaad gewoon echt nog meer ondersteuning nodig vanuit de gemeente en zowel de provincie ook. U heeft tijdens het politiek beraad een warm pleidooi voor dit kampioenschap gehouden, maar u heeft ook om geld gevraagd. Dat klopt. De organisatie van het Nederlands jeugdschaakkampioenschap heeft heel veel bijdrage nodig financieel gezien. Dat komt van zowel de gemeente als de provincie, maar ook inderdaad van het bedrijfsleven bijvoorbeeld of vanuit het onderwijs. Eigenlijk zijn er heel veel geldstromen die wij willen aantrekken om inderdaad het mogelijk te kunnen maken om het Nederlands jeugdschaakkampioenschap te kunnen organiseren. De bond wil de nodige toezeggingen, heb ik van u begrepen. Ja, de KNSB heeft inderdaad gevraagd om bepaalde garanties om inderdaad te kunnen accorderen voor het maken van een organisatie hiervan. Hoe schat u de kansen in voor Almelo? Ik schat de kansen eigenlijk vrij hoog, omdat er zijn heel veel organisaties inmiddels al afgehaakt, omdat zij het zowel financieel als organisatorisch niet rondkregen. En ik zie hele goede kansen hier in Almelo om het inderdaad hier te kunnen neerzetten. Dank u wel. Graag gedaan.